Is het idee van een dagboek niet dat je elke dag iets schrijft, in dit geval uh, opneemt op video? <laughs> uh, ja, waarschijnlijk wel. Uh, daarover straks meer. Gisteren was ik er namelijk niet, um, maar ik zal je straks meer vertellen. Um, wat ik gisteren wel heb gedaan. <laughs> We zijn aardig opgeschoten met. Uh... De nummers voor het album zijn nu drie helemaal klaar. Eentje staat goed in de stijgers weer. We staan allemaal goed in de stijgers, maar uh, voor definitief af zijn. Um, ik heb gisteren ook nog uh, de websites bijgewerkt. Komt er natuurlijk ook bij kijken. Um, wat plugins moesten bijgewerkt worden. En een nieuwe versie van WordPress en dat soort dingetjes. updaten. En we hebben een aantal websites, dus, um, yeah Ja. Dat, um, Dus wij zijn gisteren veel bezig geweest met uh, de nummers. voor het album van Science of Stillness. En. ja, toen was ik daarmee bezig. En toen begon ik me steeds iets minder te voelen. En. Uh, nou, ik heb gisteren dus een hele poos op bed gelegen met uh, hoofdpijn. Ik uh, heb wel uh, vaker last gehad van uh, migraine. Dan nou wil ik dat van gisteren niet migraine noemen. Zeg maar. Uh, <laughs> De migraine die ik vroeger had was namelijk echt gewoon tergend. En. Uh, dit migraine noemen zou tekort doen aan wat migraine is, in mijn ideeën en um, wat ik vroeger had. Dus, uh, maar het was niet prettig. Het was uh, onprettig genoeg om uh, ja, flink veel tijd op bed doorgebracht te hebben. Dus um, ja, geen uh, update gisteren in het dagboek. Ik noem het dagboek. Misschien moet ik het iets anders gaan noemen. Als je een goede titel hebt voor dit soort dingen, let me know. Um, maar ja, dus. Um, doordat ik me slecht voelde, kon ik niet um, alles doen wat ik op mijn lijstje had. Want ik wilde eigenlijk gisteren nog bezig met uh, de vlog voor Science of Stillness. Dat is me ingeschoten. Uh, deze update was me ingeschoten. En ja, dat laat me weer zien als muzikant en ondernemer en als muzikant bij al best snel ondernemer <coughs> sta je zelf je gezondheid altijd nummer één en in Nederland deed ik veel aan hardloper. Ik liep um, vier en ook periode vijf keer per week gewoon hard. En daarnaast uh, wandel, wandelden we veel. En nu is dat eigenlijk gewoon wegvallen. Sowieso het hardlopen. Um, hardlopen is hier niet echt een optie op dit moment. Tenminste, niet buiten. Want uh, check it out. Sneeuw. Nou, wandelen. Ik kan natuurlijk wel, maar het is echt zo freaking koud. Ja, het is op dit moment min 17. Um, ze hebben niet echt heel veel behoefte om uh, lange wandelingen te doen buiten. Maar daar moet wel mee. Wat ik zeg, ik, mijn gezondheid moet gewoon uh, zo zijn dat ik gewoon door kan gaan met werken en niet dat ik gewoon een. Uh, avond op bed ligt met hoofdpijn. Wat ik dus niet had. Terwijl ik aan het hardlopen was en aan het bewegen. Dus ja, dan moet ik uh, energie aan besteden. En uh, over nadenken van hoe ik dit ga doen. Dus. Maar um, dit was even de update van gisteren. En... Uh, aan het eind van de dag zal ik een update doen over vandaag. Wel, bedankt voor het kijken en zie uh, je straks weer.